De algemene, vrije en geheime verkiezingen die gepland staan voor morgen 25 mei 2020 zullen normaal voortgang vinden. Dit heeft president Desiree Bouterse bekendgemaakt op 24 mei 2020. Maar de verkiezingen gaan gewoon door. Men probeert heel veel verwarring te stichten. Het staatshoofd reageert hiermee op geruchten over onregelmatigheden rondom de verkiezingen die de ronde doen. Men probeert heel veel verwarring te stichten. Zo is er ook een bericht verschenen dat ik gezegd zou hebben dat mensen zonder ID-kaart naar het stembureau kunnen gaan. OKB heeft haar regels, het is bekend, nationaal, internationaal, en wij dienen ons te houden aan de regels van het onafhankelijk kiesbureau. De stemmen zonder een identiteitsbewijs is onmogelijk. Eén. Er is ook een ander bericht welke zegt dat de grenzen zijn opengesteld en dat er besmettingsgevaar is. Dat is natuurlijk een ernstige zaak. De grenzen, zowel west, zuid en oost, zijn voor de mensen uit deze gebieden, welke als crisisgebieden kunnen worden aangegeven, absoluut afgegrendeld. We hebben uiteraard vanuit onze verantwoordelijkheid, hebben wij het COVID-team geïnformeerd om voor ons nader te onderzoeken wat hier allemaal van waar is. We weten dat er krachten achter de schermen zijn die proberen natuurlijk de verkiezingen te frustreren. Laat me u zeggen, de verkiezingen gaan gewoon door. Nogmaals, de verkiezingen gaan gewoon door. Alleen, indien het COVID-team mij rapporteert dat deze geruchten ten aanzien van het vrijelijk oversteken en overlopen van mensen uit de gebieden welke absoluut gevaarlijk zijn voor Suriname, zullen wij drastische maatregelen zeker moeten nemen. Maar de verkiezingen gaan gewoon door.